Het kabinet heeft vrijdag bekendgemaakt onder meer de gevangenissen de Kruisberg in Doetinchem te sluiten. TV wil honderden miljoenen bezuinigen en wil dat onder meer doen door de gevangeniscapaciteit fors terug te brengen. Door de sluiting van veel gevangenissen verliezen duizenden mensen hun baan. Burgerbelang Zutve-Warnsveld stelt dat de gemeente Zutve het nieuw ongeld beter kan gebruiken voor isolatie van gebouwen dan voor nieuwe windmolens. De partij zet vraagteken's bij het feit of windmolens duurzaam zijn. Burgerbelang is naar eigen zeggen niet tegen windmolens, maar ziet meer in isolatie. Dat is volgens Burgerbelang doeltreffender en levert een flinke besparing op. Daags na de bekendmaking van het voornemen om acht van de elf kerkgebouwen van de verrijzenisparochie te sluiten... is er een comité in oprichting dat zich tegen de sluiting verzet. Het betreft kerken onder meer Netterden, Ulft, Azewijn en Silvolde. Uitvaartverzorger Westerhof uit Ulft... Wil een actiecomité oprichten om te kijken of dit besluit nog teruggedraaid kan worden? Het Berkelandse gemeentehuis in Borculo is vrijdag ontruimd geweest na een brandalarm. Een rookmelder ging om 11 uur af, oorzaak was een frituurpan. De 100 aanwezige ambtenaren moesten naar buiten. Na een kwartier konden de medewerkers weer naar binnen. Vrijdag was het Wereldwaterdag. Waterschap Rijn en IJssel hield diverse activiteiten om bij deze speciale dag stil te staan. Zo werd de IJsselganger in ulf te water gelaten. In de middag maakte de boot de eerste vaart van het jaar. Ook was er een waterproeverij op het Druupark en werden diverse winnaars van de ontwerpwedstrijd Spuw je ideeën in het zonnetje gezet.